In deze video ga ik het grote geheim met je delen waarom de meeste militairen het niet halen tijdens de Special Force opleiding. Vind je mijn video's leuk of interessant? Nou, abonneer dan gelijk even op dit kanaal, dan blijf je op de hoogte van de laatste video's. Maar om te beginnen ga ik vertellen welke opleiding ik heb gedaan en welke percentage kerels het niet haalden. Ik ben in 1996 begonnen bij het Korps Mariniers en meer dan de helft van mijn opleiding die haalde het niet. En wat voor gasten waren dat? Dat waren jonge jongens zoals ik. Ik was toen net 17 jaar. Maar er waren ook oudere gasten die al 5, 26 jaar waren. En die zelfs al een carrière achter de rug hadden bij een ander defensieonderdeel. Dus er waren ook jongens die bij de marine vandaan kwamen. Er waren jongens die bij de landmacht vandaan kwamen. En ook gewoon jonge gasten die net zoals ik van school vandaan kwamen. Maar meer dan de helft die viel af. 2 jaar later gaf ik me op voor de commandoopleiding. En toen kon je nog als marinier kon je opgeven voor de commandoopleiding. En wij begonnen, voor die commandoopleiding was eerst nog een hele selectie eigenlijk. Dus dan gingen we met 50 mariniers, werden we 2 weken lang door de mangel gehaald. Dus werden we fysiek en mentaal werden we getest of wij eigenlijk als marinier fysiek en mentaal sterk genoeg waren voor die commandoopleiding. En we begonnen die selectie met 50 mariniers. We bleven met 23 man bleven we over, dus ook weer meer dan de helft viel wel af. En van die 23, die mochten uiteindelijk de commandoopleiding in. En tijdens de commandoopleiding zelf ook, meer dan de helft van de commandoopleiding viel af. We begonnen met 10 mariniers, plus een aantal andere militairen, eigenlijk mensen vanuit de burgermaatschappij. Dus onze hele commandoopleiding was iets van 50 man uit mijn hoofd. Van de 10 mariniers haalden 6 het, waarvan ik er één was. Dus er viel er ook wederom 4 mariniers die vielen af tijdens de opleiding. En van die andere 40 militairen haalden meer dan de helft, die haalden het gewoon niet. Die haalden de commandoopleiding niet. Een paar jaar later gaf ik me op voor de kickforcemanopleiding. En de kickforceman is eigenlijk de Nederlandse equivalent van de Amerikaanse Navy SEAL. En als, als je kijkt naar qua... Excuses. Zo. Ik krijg het helemaal van in mijn keel. Als je kijkt naar intensiteit, welke opleiding is nu het zwaarst? Alles heeft natuurlijk heel veel te maken met perspectief en hoe jij dingen beleeft. En gevoelsmatig was voor mij de mariniersopleiding was het zwaarste. Qua belasting was uiteindelijk de kickforcemanopleiding die was het zwaarste. Alleen toen was ik al een stuk meer ervaren als marinier eigenlijk. En was ik een stuk sterker in fysiek en mentaal. Dus qua intensiteit en belasting was de kickforcemanopleiding het zwaarst. Alleen voor mijn beleving was de mariniersopleiding het zwaarst. Omdat ik toen gewoon heel jong, heel onervaren en eigenlijk gewoon een bleu mannetje was. Maar ook wederom, we begonnen met 14 zwaar getrainde mariniers. Ook weer een heel voorselectie om uiteindelijk te mogen beginnen aan de kickforcemanopleiding. Maar van de 14 man die begonnen aan de kickforcemanopleiding haalden ook maar weer de helft het. Dus het afvalpercentage van al die Special Force opleidingen is gewoon ontzettend hoog. En als je aan mij nu vraagt, wat was nu echt het geheim tussen de gasten die het wel haalden en de gasten die het niet haalden? Het zijn natuurlijk een legio van factoren waarom sommige jongens het wel of niet halen. Laat ik dat even vooropstellen. Je moet natuurlijk een bepaalde mate van geluk hebben. Als jij gewoon een sterk lichaam hebt, en dat is vaak, dat zit gewoon in je genenpakket natuurlijk. Dus daar moet je ook een beetje mazzel mee hebben. Je moet ook mazzel hebben dat je geen blessures krijgt. Zo zijn er natuurlijk een aantal factoren waar je niet al te veel invloed op hebt. Maar waar je wel absoluut invloed op hebt en waar je het vaak op mis zag gaan en waar ik het vaak mis zag gaan, was het stukje voorbereiding. Niet het stukje voorbereiding, maar gewoon de voorbereiding. Want die voorbereiding voor zulke grote uitdagingen is gewoon essentieel. Daar zit gewoon echt het grote verschil tussen succes en falen. En bijvoorbeeld, meestal de eerste dag van een Special Force opleiding is gewoon de intest. Of bij zo'n selectie is gewoon de intest. Dus ze krijgen eigenlijk gewoon de basis fysieke oefeningen. Dat zijn gewoon de standaard push-ups die je moet doen, de standaard pull-ups die je moet doen, de standaard squats, sit-ups, maar ook de standaard 12 minuten Cooper-test. En uit mijn hoofd moet je binnen de 2800 meter moet je lopen binnen die 12 minuten. En helemaal voor een fitte militair is dat gewoon totaal geen probleem. Maar je zag bij heel veel van dat soort Special Force opleidingen dat heel veel jongens, heel veel militairen daar al moeite mee hadden. Dus die hadden eigenlijk gewoon niet de moeite genomen om puur op het meest basale niveau eigenlijk voor te bereiden. En als ik voor mezelf ging voorbereiden en voor zo'n
ja, voor zo'n selectie of voor zo'n opleiding, ja, dat basisniveau, daar moesten ze me, ja, dat moest ik gewoon midden in de nacht, moest ik dat met twee vingers in mijn neus, moest ik dat kunnen doen. Ook als ik net uit de sloot kwam of net uit de hindernisbaan kwam, die basiseis was gewoon, ja, dat moest helemaal geen probleem zijn. Als ik bijvoorbeeld, als de basiseis 8 pull-ups was, ja, dan wilde ik er minimaal 20 kunnen doen. En als de basiseis 2800 meter hardlopen was binnen 12 minuten, ja, dan wilde ik minimaal 3400 meter lopen binnen die 12 minuten. En dan moest ik nog energie over hebben, bij wijze van spreken. En op die manier stak ik hem altijd ontzettend hoog in. Zodat je gewoon ontzettend veel energie over hebt. Ten eerste om andere tegenslagen op te vangen, zeg maar. En die gaan ongetwijfeld komen natuurlijk tijdens een Special Force opleiding. Maar ook gewoon om anderen beter te kunnen helpen. Maar je ziet heel vaak bij zware belastingen. Dat de cursisten of de mensen die in zo'n selectie zitten, ja, die keren dan naar binnen en die krijgen zelf medelijden en die keren helemaal naar binnen en die krijgen een beetje tunnelvisie. Maar wat de instructeurs dan juist willen zien onder dat soort extreme omstandigheden, dat jij wel, zeg maar, dat die omgevingsbewustzijn houdt om voor anderen te blijven zorgen, om leiderschap te kunnen tonen, om voor je team te blijven zorgen en om een goede teamplayer te zijn. Dus daarom train ik altijd extreem zwaar, zeg maar, voor zo'n Special Force opleiding. En dat, ja, dat deed ik niet in de gym, daar was ik eerlijk in. Kijk, grote biceps, dat ziet er leuk uit natuurlijk op strand. Maar tijdens een Special Force opleiding heb je daar natuurlijk helemaal niks aan. Nou, waar heb je dan wel wat aan? Je moet gewoon heel lang moet jij belastbaar kunnen zijn. Bijvoorbeeld als kickfasman moet je 10 kilometer afstand kunnen zwemmen aan de oppervlakte. Je moet 40 kilometer kunnen marsen. Je moet 30 kilometer kunnen hardlopen. Je moet hele lange speedmarsen. Dus zeg maar hardlopen met zware bepakking moet je kunnen volhouden. En daarna ben je nog onzetbaar. En ook het klimwerk bijvoorbeeld. Dat zit heel erg in de kickfasmanopleiding. Je moet bijvoorbeeld een hoog schip moet jij beklimmen. Dan heb je zo'n dun aluminium bladdertje. Dus ongeveer 15 meter hoog. Dus daar moet je gewoon hele belastbare pezen hebben. En als jij alleen maar een klein beetje bicep curls doet, ja, dan krijg je geen belastbare pezen. Dus je moet je lichaam eigenlijk gewoon, ja, niet zozeer strand klaarmaken, maar gewoon heel erg belastbaar maken voor extreme belasting. En op die manier train ik altijd. En dat heeft altijd gewoon zijn vruchten afgeworpen. En ik heb nooit blessures gehad binnen mijn tijd bij de Special Forces. En ik heb eigenlijk iedere opleiding gewoon in één keer gehaald zonder problemen. Dus resume. Heel veel factoren die natuurlijk invloed hebben of je het wel of niet haalt. Maar het allerbelangrijkste en hetgene waar je wel controle over hebt, dat is het stukje voorbereiding. Daar zit eigenlijk het verschil tussen slagen en falen binnen de Special Forces. Nou, wat is dan de relatie met mentale weerbaarheid? Jij kunt jezelf in het leven ook gewoon voorbereiden op uitdagingen. En hoe je het bent verkeerd, helemaal als je wat ouder wordt, ja, die uitdagingen en die tegenslagen in het leven en die obstakels in het leven, die gaan komen. En de fysieke training is eigenlijk gewoon een uitstekend middel om jezelf mentaal weerbaarder en sterker te maken. Ten eerste, een fysiek lichaam, of ja, dat staat in directe relatie natuurlijk met je mentale gezondheid. Dus zit jij fysiek in je vel, heb jij veel energie, voel jij je sterk, voel jij je fit, ja, dan heeft dat natuurlijk gelijk invloed op jouw mentale welzijn, op je focus, op de energie die je hebt. Maar ook door jezelf gewoon af en toe uit je comfortzone te halen, fysiek, ontwikkel jij ook gewoon doorzettingsvermogen. En je fysieke doorzettingsvermogen is ook gelijk je mentale doorzettingsvermogen natuurlijk. En als jij bijvoorbeeld voor jezelf weet, oké, morgenochtend heb ik een hele zware training op het programma staan, voor mezelf. Er is helemaal niemand die dat oplegt bij mij. En als je dan toch weet te doen, ondanks dat het regent of dat het slecht weer is, en ja, zeg maar, daarmee kweek je en bouw je eigenlijk ontzettend innerlijke discipline. En ja, die fysieke discipline, ja, dat heeft directe relatie natuurlijk op je mentale discipline. Dus als jij, zeg maar, die fysieke discipline hebt, zul je zien dat je ook als ondernemer of met een studie of binnen jouw team of binnen jouw organisatie of binnen jouw bedrijf, ja, dat je ook gewoon meer discipline hebt, gewoon professioneel gezien. En daarnaast, als jij fysieke en mentale uitdagingen aangaat en die overwint, eigenlijk is iedere fysieke uitdaging gelijk weer een soort succeservaring. En hoe bouw jij zelfvertrouwen? Hoe bouw jij innerlijke kracht? Dus dat is gewoon eigenlijk die kleine succeservaringen, bijvoorbeeld door zo'n fysieke uitdaging, door die te gaan verzamelen. En dat is niet om je prijskast mee op te boosten, maar iedere keer is voor je zelfvertrouwen gewoon een kleine boost
Waardoor je gewoon een stukje sterker wordt en sterker in het leven komt te staan. Dus als je dan een keer een uitdaging van het leven krijgt, en het kan van alles zijn natuurlijk, een uitdaging op je werk, je wordt ontslagen, je krijgt misschien een probleem met je gezondheid, met de relatie, maar dan zul je zien dat je gewoon mentaal meer incasseringsvermogen hebt, puur omdat je gewoon beter voorbereid bent door fysieke training en door mentale uitdagingen. Dat wilde ik met je delen. Vond je het leuk en interessant? Nogmaals, like het even, abonneer op dit kanaal en dan zie ik je hopelijk met de volgende video. En dan bedank ik je voor het kijken. Take care.